Welkom bij Topnames, een dag vanuit Groningen. Mooie Groningse ondernemers. Eén ervan is René Bolhuis. René, je bent van Horus. Wat doen jullie? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bij Horus maken wij software. We hebben onze eigen softwarelijn. En we maken ook elektronica en hele systemen. Vaak geïntegreerde systemen met video en iets daarnaast. Maar we maken software. Wat is je specialisatie? Waar zijn jullie goed in? We zijn vooral erg goed in videoverwerking en bewerking. En dan vooral richting virtual reality. Daar doen wij heel veel in. Geef eens wat voorbeelden. Wat betekent dat dan? Wat doen jullie daarmee? Wat doen jullie klanten daarmee? Ja, wij doen 360 graden video heel vaak. En dan gekoppeld met bijvoorbeeld GPS-posities. Om automatisch kaarten te maken à la TomTom. Of een van dat soort bedrijven. Een beetje de Google Street View voor de professionele markt. En we doen. Even voor de duidelijkheid, die autootjes zie je in toenemende mate rondrijden, hè, met zo'n camera op het dak. Nee, maar de camera op het dak. Ja. Daar zou een camera van jullie op kunnen staan. Dat zou heel best kunnen. Ja, wij verkopen die systemen. Dus of er nou Horus op de busje staat of een andere bedrijfsnaam, dan is de kans nog steeds heel groot dat hij bij ons wegkomt. Ja, want wat voor marktaandeel hebben jullie in die markt? Maar zijn jullie een belangrijke speler? Wij zijn in Nederland wel de grootste speler. En ik denk dat we wereldwijd qua softwareoplossing wel een aardige marktaandeel gepakt hebben inmiddels. Oké, want er zijn twee dingen. Je hebt op dit soort oplossingen puur de hardware. En dan hebben jullie je eigen softwareplatform los daarvan. Ja, onder andere. Maar wat we ook heel vaak zien is dat de camera wel te koop is, beschikbaar is. Maar dat om een klus succesvol te kunnen doen, dat er iets mist. En soms kun je dat ook inkopen en simpelweg combineren. Maar steeds vaker zien we ook dat het gewoon net niet lukt met wat er op de markt is. En dan maken wij zeg maar ook de elektronica, de sensor die mist, of maken we dan zelf. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Het is een beetje iets van waar je ingerold bent. Ik ben ooit een keer vanuit mijn brandweerachtergrond veel bezig geweest met het planvormingdeel. Dus het voorbereiden op een grote calamiteit. En wat je dan vaak moest doen is controleren of je kaart compleet is en of alle informatie erop staat. En ik kwam er toch vaak achter dat op zo'n kaart best veel informatie staat, maar vaak achterhaald is. Is gewoon niet actueel. En het is ook bij lange na niet compleet. Dus van de brandweer uit wil je bijvoorbeeld weten of er een sleutelkluisje bij een gebouw zit of niet. Ja, dat staat niet op een kaart. Of er bijvoorbeeld een hek tussen een sloot zit, of je daar een boot te water kunt doen, staat ook niet op een kaart. Nou, daarvan dacht ik, goh, als je nou iets met een camera en een GPS-positie zou kunnen doen, dan kun je gewoon vanuit jouw bureau eigenlijk virtueel op elke plek zijn. En hoef je niet elke keer naar al die locaties toe. Zo ben ik er eigenlijk ook ingerold. Ja. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een goed idee. En had je zelf die deskundigheid aan het begin? Of was jij de man simpelweg met het idee en ben je toen mensen gaan zoeken die het voor je konden bouwen? Of doe je dat ook zelf? Het R&D-werk, dus het ontwikkelen, tot een bepaald niveau doe ik vaak wel zelf. Maar ik ben absoluut geen software-engineer, dus ik voel mezelf ook altijd meer een duct tape engineer. Ik maak iets wat aan elkaar geplakt is en ongeveer het resultaat levert. Waarvan ik denk, oké, dit zou best werkbaar kunnen zijn. En dan inderdaad gooi het over de schutting naar software engineers of electrical engineers. En die maken er echt een product van. Ja, want het is heel specialistisch werk wat je beschrijft. Het gaat heel erg over videotechnologie, over sensortechnologie, elektronica, ook hardware. Ben ik best een beetje in thuis, maar je ziet eigenlijk de meeste bedrijven die hier echt R&D op doen en top of the world zijn, die zitten op de technische universiteiten, op de high-tech campus in Eindhoven of internationaal gelieerd aan technische universiteiten. Ja. Nou zeggen ze in Nederland wel eens, er gaat niks boven Groningen, maar Bedum ligt volgens mij nog boven Groningen en daar zitten jullie. Ja. Hoe kom je daar nou terecht? Ik ben geboren in Bedum, dus ik ben een Bedummer. Dat verklaart een hoop, maar, ja. Maar dan blijf je daar zitten. En waar haal je dan die mensen vandaan? We hebben natuurlijk vanaf Bedum gezien, hebben we een hele goede universiteit op steenworp afstand. Ja. Wij hebben hier in Groningen ook best veel goede mensen die opgeleid worden, die niet per se naar het westen hoeven. Die vinden de cultuur hier ook prima, zien hun kinderen liever hier opgroeien
als ergens in Amsterdam. Dus ja, wat is er mis met Bedemik? Nee, helemaal niks. Maar, nee, maar het is geen probleem. Ja. Misschien juist wel een voordeel als je die hooggekwalificeerde mensen, want die heb jij nodig. Ja. Weet je, dit is state-of-the-art producten zijn dit. Klopt. Dan is het geen enkel probleem om hier te zitten. Nee hoor, sterker nog... Ja. Dat is een vooroordeel hoor, ja. Even onmiddellijk toe. We hebben veel aanbod, dus dat is geen enkel probleem. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk zeg maar, zijn we in Bedum sinds kort aangesloten op het internet, zeg maar. Nee, je hebt alles wat je hebben moet. Niks mis mee. Nee, maar ik denk, wat jij zegt, wij hebben het zelf vaak al gehad. Bijvoorbeeld Triple IT, een bedrijf uit Alkmaar. Ja, ik ken ze. Nou ja, die zeggen ook, van, er is een groep slimme mensen, die wil helemaal niet naar Amsterdam bijvoorbeeld, maar die wil juist... daar werken en daar blijven. Dus het heeft ook onderscheidende waarde juist. Ja. Absoluut. Maar je hebt ook internationale mensen, want je vertelde voordat de uitzending begon, Roemenen, het is een hele internationale club die je hebt. Ja, ja klopt. Wij kijken ook vooral eigenlijk binnen ons team niet zozeer naar wat er lokaal per se aangeboden wordt, maar we willen graag mensen die net iets extra's hebben in een richting. En het liefst iets extra's waar wij als team zeg maar, wat zwakker in zijn. En op die manier vind je eigenlijk als puzzelstukjes ook heel mooi de juiste mensen. En ja, dat werkt ook voor programmeurs bijvoorbeeld erg motiverend. Zodat je niet alle deskundigheid bij één of twee hebt, maar dat je met z'n allen eigenlijk veel kunt. Ja. De voorbeelden die je, zelfs het voorbeeld wat jij noemde, van waarom je hierin mee begonnen bent. Dat is eigenlijk zeg maar je eigen behoefte of je eigen kans die je zag. Even voor mijn duidelijkheid, maken jullie oplossingen op maat met de basistechnologie? Of hebben jullie echt een product, zeg maar off the shelf, wat mensen kunnen inhuren en voor een maandbedrag of wat dan ook kunnen inzetten? Ja, wij hebben eigenlijk een basistechnologie, die verkopen wij ook wereldwijd, gewoon as is. Die kan al heel erg veel. Maar eigenlijk onderliggend, wat wij aan het bouwen zijn en wat wij eigenlijk al heel ver klaar hebben, is dat wij iets gemaakt hebben wat eigenlijk Lego-blokjes van techniek maakt. Alle elektronica die je zou kunnen kopen en bedenken, worden eigenlijk Lego-blokjes. En zoals je eigenlijk al aangaf, zo van de high-end technische universiteit opgeleide mensen. Ja, dat is eigenlijk een blokkade voor mensen om de stand van de techniek, die snel gaat, toch ook te gebruiken in hun dagelijkse praktijk. En daar proberen wij eigenlijk zeg maar, met onze softwareoplossing vooral ook sterk in te zijn. Dat mensen zeggen van oké, prima, dit blokje is nu verouderd of ik heb dit blokje niet nodig. Ik kan hem er zelf uitklikken. Ik klik er wat anders in bijvoorbeeld en ik werk weer net zoals ik altijd gewerkt heb, maar net beter of met andere informatie. En geef daar eens een voorbeeld van. In wat voor soort functie, wat voor soort bedrijf of wat voor soort situatie gaat dit dan gebeuren? Nou, wij gebruiken het bijvoorbeeld wat wij noemen mobile mapping. Dus dat is het kaarten genereren. Daar is de 360 graden camera met een GPS'je en een bewegingssensor om de stabilisatie van het beeld te doen, is natuurlijk al gemeengoed. Dat doet iedereen. Maar wij zien bijvoorbeeld met thermisch infrarood, dat is een andere golflengte, zie je hele andere informatie als dat je met je oog kunt zien. En als je rondrijdt en die informatie ook meeneemt, kun je bijvoorbeeld tijdens diezelfde schouwronde ook kijken of jouw elektrische installaties van de openbare ruimte oververhit raken of dat je ergens een probleem hebt die je nog kunt fixen voordat het te laat is. Of je hebt misschien wel een lekkage van een waterleiding, kun je er ook mee opsporen. Dat is typisch zeg maar, zo'n klus die met een andere sensor en voor de rest exact dezelfde werkwijze en software heel veel toevoegt. Ja, ik vind het alvast fascinerend om te beginnen dat jij vanuit je brandweerverleden, want dat noemde je even heel erg en passant, maar je bent gewoon brandweerman geweest. Ja. Dat jij... Weet je wel, je dat realiseerde van, goh, als we dat nou eens handiger konden doen, het verzamelen van al die informatie. Want ik snap heel erg dat voor de hulpdiensten is dit natuurlijk allemaal cruciale informatie. Dat je dat precies weet waar alles, de leidingen lopen, wat waar precies is, dat die kaarten up-to-date zijn. Dus ik vind het al een fascinerend verhaal hoor. Maar op je website zag ik dat jullie ook nog eigenlijk de consumentenkant ook nog opgaan. Dus niet alleen maar die voor politie, brandweer, kaartenmakers, dat soort dingen. Maar dat jullie zijn ook met virtual reality bezig. Ja,
Ja, het punt van virtual reality, wat wij vorig jaar zagen, was dat dankzij de steeds betere telefoons en sterkere processoren die erin zitten, snellere 4G-verbindingen, zie je nu dat het veel makkelijker is om virtual reality videobeelden aan te bieden. Je ziet ook dat YouTube standaard ondersteuning voor VR heeft geboden. En wij zagen ook steeds meer vragen van mensen die zeggen van, goh, ik heb een groot bedrijf en ik heb een nieuwjaarsborrel. En er zijn een aantal collega's kunnen er niet bij zijn. Ik vind het leuk, zeg maar, als soort van stunt, dat die middels VR gewoon op afstand toch erbij kunnen zijn. Of ik wil misschien wat informatie in dat beeld projecteren en daar wat grappigs mee doen. Dat punt vonden wij nu wel bereikt. We hebben ons lang daarvan gedistanceerd. Zo van, nou, goh, het is nog een beetje one-offs met een hoop uren om beeld aan te maken en te hosten. Dus we hebben onze systemen nu zo gemaakt dat het eigenlijk do-it-yourself VR is. Dus je kunt in een kwartiertijd kun jij met 8K video bijvoorbeeld met 30 fps, dat is best veel, over YouTube streamen. Zonder dat je ook maar enige kennis van zaken hoeft te hebben. Ja, dat zijn hele mooie toepassingen waarmee wij nu verschillende doelgroepen inderdaad gevonden hebben. En zieke kinderen bijvoorbeeld, in het ziekenhuis lig je in een bed, je kunt niet weg. Dan is het hartstikke mooi als je pijn hebt of overstuur of je verveelt je, dat je je brilletje op kunt zetten en dat je even ergens anders kunt zijn. Of dat je zelfs zo'n klein cameraatje mee kunt geven aan je vriendjes, want er is een feestje, jij kunt er niet bij zijn. En ze hoeven alleen maar op één knopje te drukken en de techniek van ons regelt het verder wel voor je. Maar jij zet een brilletje op, je kunt praten en zij kunnen je horen en andersom en je bent erbij. Mix van techniek, teruggebracht naar één knopje van simpel aan en uit. Dat past ons heel goed. Ja. Is dat een markt waar je als... jullie zijn met 30 man, dat is op zich veel. Maar in tegelijkertijd, de spelers in deze markt, daar zijn hele grote spelers mee bezig, hè, met dit type ontwikkelingen. Hoe kunnen jullie van onderscheidende waarde zijn daarin, denk je? Ja, dat laatste is niet zo moeilijk. Het grote voordeel, vind ik, wat wij hebben ten opzichte van grote bedrijven, is dat grote bedrijven zijn niet meer wendbaar. Grote bedrijven hebben lange aanlooptrajecten, moeten teams formeren. Het is allemaal te star en niet meer ingericht om op de snelheid van tegenwoordig mee te komen. Dus waar wij onze rol ook zien, is dat wij op basis van ons standaard platform meer en meer die grote partijen willen voorzien van precies de product-marktcombinatie die zij zoeken. Zodat zij die snelheid wel hebben en zij hebben vervolgens wat wij niet hebben, is die grote salesorganisatie, voor de marketingcampagnes, alles ingericht. En daar richten wij ons ook niet op. Wij zetten, zeg maar, zo'n product soms vanuit onszelf neer op een niveau dat je zegt, nou, misschien is er iemand geïnteresseerd, die neemt het van ons over en gaat daarmee verder. En op andere momenten zijn er van dat soort grote klanten die ons benaderen, die zeggen van, nou, we proberen al een tijdje iets, het lukt ons niet echt, kun je ons niet helpen? En lever jij het ons aan als white label, stempel erop van ons bedrijf en daar gaan we. Ja, dus jij zegt eigenlijk, dat je afhankelijk van de kansen die langskomen, pakken we ze of niet? Want het is niet je streven om een B2C-dienst te zijn en te hebben. Nee, ultiem, zeg maar, daar zijn we nu nog niet, hoor. Maar ultiem waar ik zou willen komen is een beetje Horus Insight, à la Dolby Insight of Intel Insight. Ons Lego-blokjesysteem leent zich uitstekend om door grote leveranciers in apparatuur gebouwd te worden. Wat een Sony of een Samsung of een welke grote leverancier van apparaten daarmee opschiet, is dat zijn apparaat in één keer slimmigheid krijgt en heel veel toepassingen kan gaan vervullen die nu niet kan. Dus de afzetmarkt van hetzelfde product wordt veel groter. En ons grote voordeel is erin dat wij daar dus steeds meer toepassingen als blokjes mee kunnen gaan maken. Ja. Jullie hebben, zoals je zegt, de deskundigheid, wendbaarheid die wellicht op andere plekken niet zijn. Wat je daar veel dan ziet gebeuren is, er zijn grote partijen die hebben goede mensen nodig. En die doen zogenoemde equi-hires. Kopen ze een bedrijf, maar eigenlijk voor het personeel. Wat is jouw toekomstbeeld? Wil je dit groot maken of vind je het wel prima als je over 5 jaar wat meer in je tuintje kan schoffelen in Bedum?
Ja, kijk, ik heb wel een bepaald niveau daarboven, zeg maar, wat je zelf ook weer groot en wat je dus zelf ook weer draagt. Ik heb geen ambitie om de groei bijvoorbeeld boven een bepaald aantal mensen te hebben. Omdat je dan een hele andere dynamiek gaat krijgen. Hoeveel mensen heb je nu? Ik heb nu 30. Ja, maar daar zit ik, zeg maar, gevoelsmatig al wel zeg maar, druk genoeg mee aan de personeelskant, ja. Zeg maar. Ik vind het echt leuk om toepassingen te maken en om die zo snel mogelijk, zeg maar, als succesverhaal in de markt te zien verschijnen. Ja, hoe de toekomst gaat weet natuurlijk niemand, maar ik weet wel dat het niet erg voor de hand liggend is dat er één bedrijf is die het zou kunnen opkopen en daarmee het succes doorzet. Ik denk dat het succes zou moeten zijn dat je agile bent, dat je snel kunt schakelen. Ja, dus het is niet jouw ambitie om, zeg maar, binnen nu en x jaar je tent te verkopen en weer wat anders te gaan doen. Zeker niet. Nee, niet in de huidige vorm. Zegt, dan moet de gelegenheid wel zo goed passen, zeg maar. Die heb ik nog niet gezien. Laten we het daarop houden. Oké, okay, en als je dan verder kijkt naar het soort producten wat je maakt en wat is dan je volgende stap? Heb je daar al een idee over? Ja, ik heb wel een gevoel dat wij nu een aantal product-marktcombinaties zelf gemaakt hebben. Los van onze dienstentak, nog moeilijker te maken. Zeg maar, als je een succes vooral met wat nieuws wil doen, moet je het ook bewijzen. Dus we hebben een kleine dienstentak die nieuwe producten, zeg maar, dan als een dienst aanlevert. Maar de product-marktcombinaties die staan eigenlijk wel. Dat loopt en dat gaat goed. En ik zou in deze fase, zeg maar, het liefst zien dat wij zo snel mogelijk ook proberen op dat niveautje lager te komen. Dat mensen eigenlijk onze core embedden in hun producten. Dat zou ik nu wel mooi vinden als dat nu echt een beetje lukt. Daar zijn we druk mee bezig. Het zijn lange trajecten. Het gaat echt om beursgenoteerde bedrijven. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van VR? Want dit is typisch zo'n technologie die zich aan de hele hype cycle lijkt te houden. Hè? Ja. Van grote verwachtingen, dan de teleurstelling en dan langzaam groeien. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat zeg maar VR met de brilletjes voorzie ik geen hele grote toekomst. Gewoon omdat dat je daar heel snel zat van bent. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook gemaakt hebben, is een andere manier om VR content te consumeren, zeg maar. Dat is een VR dome tent. Dus dat is een tent en die blaast zichzelf op in 15 minuten. Kun je met 100 man in. En dan wordt er aan de binnenkant van de dome tent wordt geprojecteerd. En daar hebben wij nu bijvoorbeeld een VR Classroom project mee gemaakt. En die tent die kun je dus in een sporthal zo opblazen, of op het sportplein. En omdat onze technologie ook live communiceert, kun je bijvoorbeeld met een hele klas live mee met een boswachter. En we hebben prachtige opnames gemaakt met een boswachter door het Biesbos of ergens in ieder geval een prachtig mooi gebied. En dan kunnen gewoon de kinderen en de juf zeg maar mee op de boot en ze kunnen, als ze wat zien, een vraag stellen en de boswachter geeft antwoord. Maar je bent gewoon virtueel op reis. Dat zie ik ook aan de entertainmentkant, zeg maar op een sociale manier, op een concert zijn aan de andere kant van de wereld. Gewoon met je vrienden, met dat biertje en je praat. Dat is ook VR. Dat zie ik nog wel succesvol worden. Ja, spannend. Ja, het is... Ik wil die tent zou ik wel eens een keer willen zien. Weet je, ik heb bij jou het gevoel, daarom dacht ik, wil ik nog even aan je vragen. Maar voor mij heb jij ineens stiekem met heel veel voorbeelden die we, als we er niet naar gevraagd hebben, niet lang zijn gekomen. Want als ik jou vraag van de dingen, want ik vind dit een prachtig voorbeeld. Maar ik vond eigenlijk dat voorbeeld wat je net noemde, van dat ziekenhuis, was natuurlijk ook een heel mooi functioneel voorbeeld. Waar ben je het meest trots op van de projecten die jullie doen? We doen heel veel mooie projecten waar ik het meest trots op ben. Ja, dat is het minst zichtbare, maar dat is toch wel onze SDK. Als ik zie dat wij totaal atechnische mensen binnen 4 uurtjes op pad helpen met toch een vrij complex systeem en die gewoon helemaal alleen aan de andere kant van de wereld zeg maar hun systeempje even aanpassen en weer heel wat anders doen. Dat Lego-blokjes systeem vind ik zo mooi. Ja. Ik heb een paar keer, zeg maar, op een vrijdagavond of op een zaterdag Dat een klant in Brazilië aan het opnemen was, dat ik over TeamViewer ingelogd ben, terwijl hij zijn werk aan het doen is. En ik zit gewoon op de bank en ik kijk het met hem mee. Dat vind ik echt, daar kan ik echt van genieten. Zuid-Afrika, stropers vangen midden in de nacht.
achter stropers aan en de camera's niet goed ingesteld. En je logt in op je bankje 's avonds en je zit gewoon live mee te doen. Ja. En mee te kijken. Ja. En je vangt een paar stropers. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, ja. Ja, dat is ja, zeker. En die software development kit, want dat is een SDK, ja. Hè? Dat vind jij eigenlijk zo fantastisch. Ja. Want dat geeft je de kans om jouw technologie te integreren met allerlei andere partijen. Ja, zo zou je het kunnen zien. Zij kunnen jullie technologie eenvoudig gebruiken. Ja. En je kunt natuurlijk meekijken, inderdaad. Ja, ja dat. En, ja. Maar wat ik er echt mooi aan vind, is dat mensen niet meer bang hoeven te zijn. Wat je heel vaak ziet, is dat als je met een nieuwe technische oplossing in een bestaand bedrijfsproces terechtkomt, er zijn een hoop mensen die zijn een beetje bangig. En die zijn dan negatief, want ze zien het niet helemaal. En als je dat weg kunt halen en mensen gewoon met state-of-the-art, nieuwste techniek, beter, sneller en goedkoper hun werk kunt laten doen. En ze zijn nog blij ook. Dat is mooi. Ja, prachtig. Hey, laatste vraag. We zijn in Groningen vandaag. Als jij even generaliserend kijkt naar Groningen en omstreken. Is er iets wat jullie bindt, wat de groep ondernemers hier net anders maakt dan bijvoorbeeld waar wij vandaan komen, Amsterdam? Ja, ik denk dat wij hier in Groningen en in het noorden wel vaak zelf ons wat achtergesteld voelen. En dat bindt natuurlijk op een of andere manier ook. Zo van ja, wij hier in het noorden moeten altijd opboksen tegen de rest. Ik denk wel dat het vooral een gevoel is. Maar je merkt wel dat het vertrouwen, zeg maar, van ondernemers onderling, sta je al gauw 1-0 voor. En of dat altijd terecht is, weet ik niet. Maar dat is misschien wel typerend voor hier. Ja. Oké, okay, super. Hey, dankjewel, prachtig bedankt. Verhaal. Mooi, ja. Ik kom een keer mooi bij je kijken. Die, ja, tent, zeker. Die tent, dat vind ik echt intrigerend. Ja, okay. Dat je dat op locatie... Bij jou gewoon achter in het... niet in je tuin, maar... Ja, het weiland. Het weiland daarachter. Ja, ja, dat gaat het hartstikke mooi. Ja. Als we dan vragen of we even mogen meekijken met die stropers. Ook nog. Wacht eventjes, want je gaat je zelf binnen. Ja. Hey, bedankt voor het kijken. We doen vandaag een stuk of 10 interviews vanuit Groningen. Mooie ondernemers hier. We zijn te gast bij Voice. We danken Jetstream, ook uit Groningen, voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. We drinken vandaag biertjes van Bax. En dank al die partijen. Dag.